3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hé, hey, je werkt niet meer nog. Kom op, Syrië, ren die rommel op. Laat je vader het niet merken. De kousenbaan gaat ook naar Paramaribo, na? Ja. Die kant? Nee, die kant. Zo ga je naar Albina. Je hebt daar gewoond, ne, voordat je bij ons kwam wonen. Ja. Maar hoe is Paramaribo? Amoy. En Abidi. Hoe lang ben je nou bij ons? Net zo lang als deze kousenband oud is. 3 maanden. Toen ik voor het eerst bij jullie kwam, hielp ik je vader met stokken in de grond zetten. Waarom kwam je broer Erwin niet mee? Hij wou niet. Hij bleef liever op het erf waar we eerst woonden. Jij niet? Nee, ik kwam liever bij oom Albert, je vader. Nu ben ik bij hem, maar eens was hij bij ons. Oh. Had hij ook bij jullie? Als er eten was. Soms had mijn moeder geen werk. En dan was er ook geen eten thuis. Het is moeilijk werk te vinden in de stad, ne? Ja, soms liep je vader dagen te zoeken naar een werk. En dan kwam hij doodmoed thuis. Ik ben wakker heer, Dave. Je mag naar morgen dan niet voor je ziek. Allebei, Astrid. Met tijd, je doet als Hendrion. Ga naar Holland. Al heb je daar geen werk, heb je toch geld. Met dat je draait eruit. Ja, Olga, wie is jouw mis? Zijn of zijn minister, toch? Ik ga Holland. Ik ga maar trafie. Dan blauw aan mij, jongen. Zeker.
beneden niet. Yo, is voor Pina Jade, maar je hebt niet voor dat me hier kon, remesje. Dat is niet al die. Nu komt u nooit meer terug. Nooit meer. Meisje, liet me betekens doen, net om hier of zo. Waar is die naartoe gegaan? Weet het niet. Ik denk dat tante Lucie je moeder. Zij woonde eerst ook in de stad. Kwam die dan niet meer terug? Ja man, s'avonds pas. Dan, die dorenbakken. Moet je eten. Nos. Ik kom afscheid nemen. Afscheid nemen? Je komt toch naar Holland? Ik heb geld voor je ticket. Ja, Holland, Holland, altijd Holland. Goedjes, hier in de stad leef ik van jou. Mijn njafi. Niet klagen? Dus ik eet van jou. Nee, en ik ga overklagen. Sernam bij je kondre. En alles en ik wil gewoon in Sernam. Alla dei me waka, alla dei me waka, alla pres de matema no kam. Je gaat naar komen wijnen. Moet praat me eigen grond. Je gaat komen wijnen. Dus mij go, dan met ik op de perceel. Maar toch de mannen doen niks aan de perceel. Dan moet ik even misreven. Dan moet ik beginnen praat me eigen nyam. Dat nog kan. Dan is zomaar naar komen wijnen gaan. Ik kwam grond, open kappen en je meneer begint te planten, dat kan niet, dat kan. Kan niet, dat kan niet, dat kan wel. Suriname is een groot land. Suriname is van ons. Ik zou verder moeten doen dat hij. Omdat andere keer me toch? Dus ik heb honger toch? En dan maak ik een aladdin bakker of tres kom voor me. Dan was je dan voor me. Dan vind je pizza even. Moos Ribi. Dus in een jam. In een jam. Baja, hier go. En toen woonden we hier? Nee, niet thuis. Dit huis is pas nieuw. En waar is het oude huis? Het is afgebroken. De planken zijn gebruikt voor de staaf van Betsy de koe en nu ga ik zwemmen. Jordine! Ja, buurman. Waar is Oom Albert? Mina Sabi, is hij niet op het erf? Abo. Mag ik met u mee? Weet je waar hij is? Kogoluka Bakajari. Weet je iets van je moeder? Nee, ze moet nog schrijven. Jullie moeder hebben altijd gewerkt, hard gewerkt, als er werk was. En ik heb nu voldoende geld gespaard voor een reis naar Holland. Ga naar Holland. Ga naar Bakker de Kondi. Nee, eigenlijk jullie nog niet. Ik heb niet zoveel kunnen sparen om voor 3 mensen een ticket te kopen. Ik heb nu een reis voor mij. Ik ga naar Holland, dan kan ik veel geld verdienen. Laat ik jullie overkomen. Ja? En wij dan? Eigenlijk heb ik al dagen overlopen piekeren. Ik heb gedacht om jullie te vragen om bij oom Albert en tante Lies te gaan blijven. Ik wil niet naar de streek. Ik wil liever in de stad blijven. Ga je papa zoeken? Misschien ga ik papa wel opzoeken. Herwin? Is maar voor een paar maanden. Een paar maanden maar. En dan kan ik gewoon een baan vinden. Dan ga ik geld voor dat ik jullie overkomen.
Dan kan je weer naar school gaan. En als je groter bent, kan je gaan studeren. Dat is maar voor een paar maanden. Wil jij ook niet naar oma moet gaan? Ik wil wel, hè. Voor wat we gaan doen. Ik ga de haakmats vragen. Als jij bij hen kan blijven, dan ben je toch in de stad. Ja? Ja. Oké? Okay? Kom nou gaan. Hé, hey, wat doen die daar? Kom nou gaan kijken. Ik kan dit zomaar toch? Look hoe je. Zomaar de magwema. Look hoe. Ik kan bij de man kassen want dat er kon lopen toch? Als dat daar cruisen niet. Maar die is bang de lauw zand dat man ach man. Zijn ik kan dit zomaar? Oh de jong. Nee mama. Trouw ik hier samen liever. Het jij maar wat jij nou. Ja maar dan hoef je toch niet over te pinaren toch man. Het kan toch voor alles zijn. Zie jij wat? Wat is er aan de hand? Wat is er? Dokter Cassava. Dokter Cassava. Wil je niet zwemmen? Ja, maar ik weet. Wat is er met die bittere cassave? Zie ik je morgen nog? Ik kom je morgen halen om naar school te gaan. Hiervoor betaal ik geen cent meer. Ik denk er geen moment aan. No. Ja, maar gisteren heeft Tamara Joko je wel meer betalen. En jij hebt morgen minder. En dat moet Tamara. Gisteren, Tamara, ik heb het niet voor betaald. Dat is niet waar. Niet waar, helemaal niet. Maar je broer is niet waar. Is niet waar? Dat is mijn leen. Natuurlijk, jullie. Dus wat zijn we dat, mijn leen? Maar die lawaai jullie nog. Zeg wat zijn we dat, mijn leen, joh. Jongen, ben je naar het tieren, joh. Dat zijn we. Wat zei je dan? En wat dacht je ermee te doen? Juist. Wat dacht je ermee te doen? We kennen die streken van je wel, hoor. We zijn op de hoogte van de prijs in de stad. Ik ga betalen. Maar ik krijg jullie wel eens. Betalen, niet zeuren, betalen en wegwezen, maar ik is aan de gooi. Die maar zit ik. Ja, ja. Neem op je verdoemenis. Maar ja. Kan toch, je komt aan bezig achter nu, joh. Nee, papa, en papa, mijn papa. Ik betaal je papa, je loopt dat doen, joh. Oké. Oké, ik betaal. Aan de door. Als je nog gas koren, kan ik jou niet helpen. Doe maar zin niet. Oh, nee. Maar ik kies jullie wel. Ik krijg jullie wel. Ik ben niet van vandaag. Maar dat wordt goed. En even je kombak is 5 cent meer per bos. Ja? Ja. Yes. Ja, ja, natuurlijk. Ik krijg jullie nog eens. Kom weg, kom weg. Rustig, rustig, rustig. Kom, 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 wat is met die bittere cassave? Georgine! Ach, kom nou. Georgine! Go gas koren dan. Abon. Wat scheelde je gisteren? Ach, niet. Tussen met die cassave. Alleen die bladeren. Ik zag niet praten. Ik heb geen gewone cassave. Ik heb bittere cassave. Gewone cassave kan je opeten. Maar bittere cassave gebruiken ze voor medicijn. Nou, als bittere cassave doodgaat, dan kan het wissie zijn. Is dat erg?
We moeten maar afwachten. Freddy. Michel de Reiter en Erwin. In de verte glanzen in de zon, kwam de boot aan, de grote boot die de oceaan was overgestoken. Erwin stond bij de veersteiger te kijken. Het was altijd een mooi gezicht. Percy. Op zo'n schip de wijde wereld in te mogen trekken, dat moest heerlijk zijn. En zelfs kapitein zijn op zo'n schip, iets heerlijkers bestond er vast niet. Erwin zat nu in de hoogste klas. Als hij zijn getuigschrift had, zou hij misschien naar de machine gaan. Charsin, waar zat jij met je gedachten? Bij de koningin, meneer. Wat heb je zoal met de koningin te bespreken? Ik wou haar vragen om voor iedereen in Suriname een goed huis en eigen wc en kraan, meneer. Ga maar verder met lezen. Een echt ondeugende jongen die eens in het topje van de toren geklommen was. Nou, toen moet zijn vader hem gezweet hebben dat hij een week lang niet kon zitten. Leslie, niet, doe niet zo slordig, man. Dan krijg je vader weer ruzie met de handelaar. Waar is je moeder? Zie? Zo. Zal ik wat eten maken? Zijn er sappers en persen? De cassaven zien er zo slecht uit. Gaan ze dood? Kom maar, weet je wat visie is? Slaapt u? Oh, Albert, ik ga maar die lijn halen. Hé, hey, is er hier af? Nee, ik heb brief uit Holland gehad, jij ook. Ja, maar wacht ook een beetje, wie weet. Ik heb ook 3 maanden moeten wachten. Ik heb pas net al een mooi bronje, man. Ik bron in Alanya. Hoe gaat het met je vrouw? Goed, ze wil komen. Maar ja, wat er nog bijten. Ik wacht nog op die zinkplaten, die moeten helemaal uit Paramaribo komen. Maar alles duurt hier zo lang, man. In Holland niet? Nee, in Holland, als je geld hebt en je betaalt, dan krijg je het wanneer je wilt. Als je maar geld hebt. Maar als je werk hebt, heb je toch centen? Centen? Ik bedoel veel geld. Want in Holland moet je voor alles wat een mens normaal moet doen, je betalen. Dus je moet veel geld hebben in Holland. Een meisje als jij bijvoorbeeld, je kan niet in 1 jurk blijven rondlopen al je tijd. Je moet minstens 10 hebben. Want als je die ene was voordat het weer gaat drogen, de zon schijnt daar niet net als hier. En schoenen moet je hebben, en kousen, en voor de winter een dikke jas. En voor je eten. In Holland ga je niet zomaar achter op je erf een beetje groente halen en een beetje patat.
genomen, man. Je betaalde me geld, man. Hier kan je achterop in de kreek, kan je gooit je hengel uit, je hebt vissen. Daar moet je betalen, betalen, betalen. En blijf er dan maar bij. Wat bedoel je met blijf er dan maar bij? Maar het was maar Karin Nikkertje, nou. Je weet niet wat het is. Roetmop. Potkachel. Zwarte Piet. Sambo. Het zo. Weet je wat wie zie je? Wat? Opgeraakt. Zang, die mat is al bijna vol. Die handelaar is niet geweest vanmorgen. Waarom niet? Ik denk dat hij nog boos is van jullie die van gisteren. Marilijn, niemand wil me iets vertellen. Oom Albert niet. Het zo niet. En jij? Wat is Wissi? Ik wil het weten. Jij bent toch mijn vriendin? Jij moet me vertellen. Kasapa nog aan het is dood gegaan. De dag daarop is Tante Lucie ziek geworden. En vandaag is de handelaar niet geweest. Maar het kan toch toeval zijn? Toeval. Oom Albert werkt hier al een paar jaren. En nog nooit zijn de kasapa dood gegaan. Oom Albert is een knappe man. Waarom heeft hij niet iemand gestuurd om een dokter voor Tante Lucie te gaan halen? Omdat hij weet dat het niet zou helpen. Oom Albert denkt net als ik. Het is Wissi. Tovenarij. Alles van Oom Albert heeft Wissi. Kunnen we niet iets aan doen? We kunnen naar de Lukuma gaan en vragen wat er hier allemaal gebeurt. Ken jij de Lukuma? Ja, ik was met mijn moeder geweest toen oma ziek was. Hij woont voorbij de Komenwijnen rivier. Zover. Zolang Tante Lucie ziek is, kan ik niet weggaan. Ik moet werken. Maar we kunnen toch liften? Dat duurt ook zo lang. Ik weet wat. We gaan morgen gewoon niet naar school. Niet naar school? Ik had oma het niet gaan zeggen. Nou, je hoeft hem toch ook niet te vertellen. We doen het toch niet voor ons plezier? We doen het toch voor Tante Lucie? Wat doen we voor Tante Lucie? Niks. Gewoon helpen. Ah bon? Hoe zeg je? Volgens mij heeft ze iets gehoord. Denk het niet. Als je wat het gehoord zou het zeggen. Zo is om Albert. Gaan we morgen of gaan we niet? Bij vanavond op de weg. Ik denk het wel. Dan zag ik wel of we naar de Lukuma gaan of niet. Oké. Ga boven. Thank you.
lieve meisje, zo hoeft niks te betalen. Er is niemand thuis. Zal ik even om het huis gaan kijken? De boom. Is er iemand thuis? Je zocht hier papa Jozo? Ja. Ga je maar zitten. Morgen papa Jozo. Morgen papa Jozo. Morgen. Papa en familie. Boom. We hebben een geschenk voor u meegebracht. Misschien kunt u ook wel een goede raad geven. Grantani. Maar dan wacht ik het hier zo. Zo, dat is jouw wensje. Sassin komt uit de stad. Ze woont nu bij oom Albert. Op zijn erf gaan aan zijn bittere kassaven doen. En tante Lucie is ziek geworden. En de handelaar is vandaag niet geweest. Hij is de groenten niet komen halen om op de markt te verkopen. We denken dat het Wissie is. Ik zie iets lekker bij de cassave. Er zit rood in. Ik ga jullie wat vertellen. Ik moet dit rood hebben. We moeten niet zoeken. Een blauwe auto. Een blauwe auto. Om jullie te helpen, moet ik dat rood hebben. Koudland. Ik zie een koudland. Ja. Er komt iets uit een koudland. Ik bedoel Holland. Hij zegt niks meer. Dat bij de cassave ligt. Als we thuis zijn, dan gaan we meteen zoeken. Kom maar naar breakfast halen. Ik moet eerst nog even werken en als ik klaar ben, dan kan je komen. Misschien kunnen we nog bij de firma een licht vinden. Hé! Hey. Je bent laat van school. Ik heb die andere kinderen een half uur geleden zien passeren. Waar was je? En dan is het gewoon een
Ga je omkleden nog? Ellen. Wat heeft de dokter gezegd? Hij weet het niet. Hij gaat morgen medicijn sturen naar de stad. Laten we maar hopen. Moet hij eten? Nou, hey, tante Lucie slaapt. Laat haar slapen, hoor. Nou, waarom ik het eten wel op de les wil, jij luister, ik ga slapen. Later ga ik achterop werken. Wek me om 3 uur, hoor. Houd vuur en laat het rijst niet aanbranden. Ik moet op Betsy passen, ze moet gras eten. Nu je moeder ziek is, moeten we haar helpen. Zou een jantje dicht? Zij Takkie, je weet toch wat we eten? Waarom was je niet op school? Wat zeg je? De meester was hier. Wat denk? Vlak voordat de dokter kwam, hij sprak met papa. Wat wou hij? Hij sprak over de school en de onafhankelijkheid. Oké, we gaan door nu. Lieve Georgine, hoe gaat het met jullie? Ik schrijf de brief aan jou omdat ik de oudste ben en er de komende weken heel veel geregeld moet worden. Ik ben heel zuinig geweest. En als je de volgende week naar de KLM in de Mirandastraat gaat, liggen jullie tickets klaar. Dan komen jullie naar Holland. Fijn, hè? De familie Hagmat moet het ook weten. Ga je daar langs? Er moeten warme kleren gekocht worden. Sluit hiervoor een check in. Nu kan ik niet. Want je staat nog de vertrouwen. Maar als je begint bakken als een aladdin, dat vertrouwen als een niks te maken met een koelie en je staat niet bakken met een meisje. Als je nou een hertel zou wassen naar een man toch? Doe dan maar zeggen bij de zaken. Maar nou een staat niet? Nee toch? Toch helemaal vertrouwen aan toe toch? Maar een paar uur toe weinig die staat niet. Je mag er zo mee doen. Want dat man ik ga hoor joh. Ik heb een paar jaar geleden. Weet je? Kijk eens aan de foto samen. Is dat wel goed? Om bij een cheap pick-up,
Dat wil de. Dat allemaal samen. Dat met hoor. Ja. Let dat voor wat. Dat allemaal potentie. Dat de kast maar van buurt die ook toe kan met gebruik van pikup. Dat is wat goed. Dat is wat goed. Dat is wat goed. Dat is wat goed. Sorry, boemba. Dat is een brief van je moeder. Ja. Uit het koud land. Als ik in Holland ging wonen. Denk ik. Dan zou ik eerst gaan studeren. Dan zou ik een steenhuis kopen. Met een badkamer erin, een slaapkamer erin. En dan hoefde ik niet meer buiten te baden. Zou jij dat ook willen? Ga je ons verlaten? Nog niet. Ja, let aan dat ik. Dus je bent nog een tijdje bij ons? Ja, nog een tijdje. Wat moet ik anders? Moet ik toch ook helpen? Maar dat is maar een beetje landbouwling van Jassen. Dan voel ik klap aan hem aan landbouwling. Weet je wat je moet doen? Je moet je haren laten spreken. Zal ik je helpen? Moet dat? Is veel mooier. Ik heb het in boeken gelezen. Heren, laat maar alleen van haarstreken niet meer horen hier. Soort haarstreken. Een mooi wierie, wat is dat? Een mooi boe wierie, ik heb dat je een boe wierie. Twee haarstreten, haarstreten. Dat is meer en meer, hè? Ik ga nog niet naar Holland. Wat had je moeder geschreven? Had ze nog niet genoeg geld? Ze schreef dat het goed maakte. Iedereen die naar Holland gaat, maakt het altijd goed. Zou je dat kunnen spelen? Natuurlijk! Maar ik moet nog een poosje wachten, dan kan ik het nog zien. Wat zeg je? Niks. Zullen we morgen nog verder gaan zoeken? Okay. Mega sorry nou. Weer. Kunetti. Dag, mijn sweetie. Waar is Kraal? Hij is er niet. Hij is vanmorgen vroeg weggegaan. Oh ja, is niet erg. Ik zal alvast die dingen meenemen, ja? Zeg hem, ik kom morgenochtend wel afrekenen met hem, hoor. Maar ik weet niet. Nee, het is in orde. Het is, alles is goed. Ik doe al jaren zaken met Kraal. Alles is goed, hoor. Zeg, wat gebeurt hier? Deze man hier. Zeg, leg neer die handel. We doen toch geen zaken meer met je man? Oh, maar waarom dan? Waarom? We verkopen toch liever aan de Hindustan, man, die prijzen van je. Oh, nu begrijp ik het. Is die Kraal zeker? Ja, hij had altijd gezegd, prijzen van me zijn niet goed, prijzen zijn niet goed. Ja, maar ga man, we gaan al liever weg, man. Vlijm ergens anders. Alsjeblieft, stap in. Oh, nu moet ik weg. Oké, ik zal weggaan. Maar, Mickey Zuno, ik krijg jullie wel. Wat bedoel je daar nou mee? Wat ik daarmee bedoel, is Ashima. Je zal wel zien wat en dan ik moet je afzonderen. Wacht een beetje, maar chauffeur, maar je bent. Houd de micro op, maar afzonderen. Saka, saka, bakro. Ik weet niet waarom Albert is. Ik weet het wel, hij is naar Tamarillo. Hij gaat proberen een vrachtwagen te kopen. Gaat die auto kopen, dan kan ik ook mee naar Paramaribo gaan om mijn broer Herwin te zien. Rustig, rustig. Laat hem het eerst kopen. Je weet nooit of hij het krijgt of niet krijgt. Dag. Dag. Oom Albert gaat de auto kopen. Laten we uitzoeken. Je weet het toch? Naar iets roods. Thank you.
jullie lopen te zoeken als twee kippen. Hebben jullie iets verloren? Wat doe je hier? Heb je brood al opgegeten? Allang? Je hoeft toch niet zo te doen? Wat doen jullie? We zoeken iets. Wat dan? Wist u het maar. Wie zoekt iets en weet niet wat? Wij. Mag ik meedoen? Nee. Ah, laat die maar meedoen. Wat moet ik nazoeken? Geef niet, als je maar wat vindt. Zolang die dat ik het gezien. Oké, ik beloof het je. Ga niet naar huis nou. Zal het wie zijn? De loekomaat dat het iets roods was. We moeten het maar gauw naar hem toe brengen. Wanneer? Ik ben bang om te spijbelen hoor. Ach. De meester was al een keer naar oom Albert geweest. Hoe kunnen we het toch vanmiddag brengen? Maar laten we eens naar school gaan. Wordt tijd. Wat doen we met het flesje? Meenemen. Kan het moeilijk weer in de grond stoppen van oom Albert. Hoe eerder het van het erf is, hoe beter. Hier, hou jij het maar vast. Ik ben bang om het te vragen. Maar we moeten wel gauw gaan. Hé, hey, de nieuwe auto van oom Albert. Pas op, breng dat ding niet. Oom Albert, is dat je nieuwe auto? Hai, mooi dan. Hij is niet alleen van mij, hij is ook van Hutten en van al die anderen. Dus nu ga je zelf je vruchten en je groenten verkopen. Nou, we gaan het om de beurt doen. We hebben veel geld geleend, dus we moeten veel afbetalen. Maar die is, hey, kom hier, man. Nog vast, kom maar deze kant. Laat een beetje gaan rijden, nou. Ja, laat hem gaan rijden. Nou, ik heb geen tijd, man. Ik moet tante Lucie nog medicijn geven. Ik moet achteraan nog een paar dingen kappen. Ik heb geen tijd. Heb je al medicijnen gehad? Ja, ik heb ze gelijk meegenomen. Hoe gaat het met tante Lucie? Vanmorgen was het een beetje beter. Wanneer gaan we rijden? Iedereen belooft me alles. Oké. Laten we van breakfast gaan rijden. Maar waar gaan we naartoe? Laten we gaan zwemmen, in de rivier. Ja, laten we dat doen. Yeah! Je moet toch niet zo te rijden? Ja, zo moet je deze auto's rijden. Ik moet niet langzaam rijden. Waarom niet? Dan gaat die auto kapot. Mag toch niet van de politie zo hard? Ja, maar hij is geen politie. Yay! Yay! Als je auto pas zo kort hebt, mag je best hard rijden. Laat er maar geen politie in de buurt hoor. We dachten dat ik dit zou zijn. U had er toch iets over rood? Sidimissima. Ik zie hem. Het is schurk. Hij rijdt langs de weg. Een man met bakoeven. Veel mensen. Ananas. Kousenband. Antroa. Tajeblad. Zoete pataten. Oh, hij is jaloers. Hij wil hebben wat anderen hebben. Ik
Die ontkeken boven zijn ogen. Oei, mi boy, mi look at me, si zano. Oei, mi boy, mi look at me, si zano. Geef die visie aan hem terug. Laat hij het niet merken. Slaat kapot. Voorzichtig. Ze komt uit de Serbikamer. Ze staat op de gadri. Langs de trapoek gaat ze naar de koekoe. Hoe doe je dat dan, Lucy? Wat voor zo? Broei. Begrijp je er iets van? De kamer. De galerij. De keuken. Toen moest ik aan tante Lucy denken. Man met groenten en al die mensen dat hij zag. Een man met bekoven. We moeten de fles terugbrengen. Heb je het flesje bij je? Ja, we moeten maar zien. Abon misi bas. Kamsa. Bi ote iran mante ina kontek de samora un. Minapte. Ne ina kontek un bangay. Masada. Ya. Ya da no da san nan ina komoro de filas brere de pada si. Da fo kushi tem de tegre sala da opina. Ya opina ya. Ina fere. Quando o teru zaga wo un slef no. Es ale ma pa herbiti. Tes betre gogo su casa sala makando. Ino kadi si. Ah. Ibi ni. Ya ota tiri un. Da opina. Ah. Io pina lugo, poi ho capito, ti tiri un pina. Scusate, mi auto set. A man da cofa. Ma va. Che chi mi va di lugo ma che certe? Ah, oh ja. Ti vedo stato? Andarum dat. Daarom da laat. Hij is de wisse man. We moeten snel die wisse flesje in zijn auto kapot gooien. Dit is onze kans. Dus met Jackie. Met Jackie, dus zorg dat hij nog kan dat twee morgen. Ah, jongens, dat is twee. Twee wijken gewoon naar Prinsie. Ah, mooi, mooi. Want die hebben we hier auto. Lauzak, als dat is. Ah, als dat moet met Zorja, laat de jari. Ah, jongens, Pina. We hebben bij wat hier met boy. We boy. Zeg wat, Jackie. Nonsens. We hebben hier de auto. Wat is er? Ik heb plassen. Ik ook. Oh, dan kan wacht hij te later, hè? Nee. We gaan meteen dan. Ga vlug. Heb je het flesje bij je? Ja. We moeten opschieten. Zou je ons herkennen? Ik ook wel. Ik weet het niet. Thuis horen. Kom, laten we gaan. Thank you.
met de trapo gaat ze naar de koekoe. Die oppo. Wat hier, Lucy, wat hier? Ik op je zo bij. Kom, mangri man. Shorsin. Shorsin. Wat zat je daar te dromen, mijn goede? Bij Alice en Dromelen. Thomas, is de kortzame. Hai, ik ben mijn 14 zomer op betere maja. Je hebt hard gewerkt. Marilene heeft me iedere dag. Ik kan denk ik gewoon weer werken hoor. Ik heb jullie toch gezegd dat die medicijnen zouden werken. Luister, ik heb cassaveplanten meegenomen en bananen. Ik ga ze nat maken, anders is dat nog drie. Ah, en misschien dadelijk, ja. Oké. Hé, brada feide, jongen, je vindt bana, boek op een mak, saba. Ja, ik bakri maar prettig, ja. Goed, ja. Kom goed uit, want ik ben net klaar dat stukje grond achterop bij jouw schoon te laten. Krima, man. Hé, hey, dat doe maar precies. Dat wat over de man. Ja, maar nee, dat kan ik niet maken. Maar me niet voor de gek. Maar je weet dat ik pas begonnen ben. Ik kan het ding niet betalen, man. Smet dat over betalen. Smet dat over zetten. Ik zeg, wel, Lucie is beter. Weet je wat, morgenochtend vroeg kom ik je helpen zitten planten. Ai, dat boem. Dan, over een jaar zo, de hoogste mijn gezondheid naar haar onafhankelijkheid. Over een goed jaar. Dezelfde avond vertelt om Albert dat hij in de blik de brief van moeder gevonden heeft. Hij weet dat Herwin en ik naar Holland moeten komen. Ga je weg? Ga je naar Holland? Ja. Ik wil niet dat je weggaat. Mama, nou zeg, big, big boy, dat huil je, man. Je hebt toch al die tijd bij ons gewoond? Laat dan ook een keer naar de moeder gaan, man. De volgende dag gaan we naar Paramaribo. Ik ga mijn broer Herwin zoeken. En alles voor de reis moet geregeld worden. Nu is alles, hè? Ja. Je wist ook dat ik niet naar school was gegaan. De meester had het me verteld. En van die Lukuma. Kijk, Josie. In Suriname weet iedereen altijd alles van iedereen. Hé, hey, ik weet wat je denkt. Je denkt? Het uitzicht gek mis als ik in Holland ben. Ik kom terug. Let maar op. Vroeger als moeder werkte, spijbelde Herwin erg veel. In bar. Hij probeert dan wat te verdienen met op auto's te passen of koffieplantjes te gaan verkopen. Maar je krijgt maar de helft omdat je weggelopen bent, ja? Ik ontdek hem in de Steenbakkerijstraat. Er is een brief van moeder gekomen, we gaan naar Holland. Naar Holland, wanneer? Zo is hij al gaan. Ga nu het geld teruggeven. Ze zijn nou weg. Ze zijn daar naar binnen gegaan. Ah. Die bakkers hebben geld voor nu. Dan laten we gaan dan. Twee dagen later vertrekken we naar Holland. Iedereen zwaait ons uit. Ook moeder Haakmat, waar Herwin vroeger logeerde. Maar voor afscheid, kom ik zo terug. Ja, sorry, ja. Kamer ja. Dat is je moest niet even afscheid nemen, want daar loopt ook weer. Zo kon ik daar direct. Hé, hey, mooi. Kort ik moest je olie dan. Ai, van ja. Dan is zo lang. Ai, Herwin. Dat is zo. Bueno, ai, bij het tamboe. Doe je best, gedraag je. Goeie reis, hè. Josien? Ja, dat is een mooie ding. Als we onafhankelijk geworden zijn, dus het is er een confrie, hij moest draaibakken. Gewoon is eens bakken. Josien, sta je me schrijven? Als je me schrijft, zal ik je weer terugschrijven. En doe de groeten aan je moeder. Als je moeder je vader gevonden heeft, wil je me ook de groeten voor me doen?
Dag Helmi. Dag. Blijf snel terug. Dag. Doe de groet aan je moeder. Dag. Zo, probeer maar wat te slapen. Afscheid met jullie nemen. Waar je die drums hoort, daar gaan we naartoe. Veel mensen, het is een wintipree. Het is moeilijk uit te leggen. Je zal het wel zien. Het is een soort bescherming voor jullie reis. Maar vast mee. Kijk maar. De 19 staat er. De 12e. Zo, wat ligt die? Ja, ik heb 10 en 9 gelezen. Ik zei nog, over een week zijn jullie in Holland. Maar ja, jullie zijn er en dat is belangrijk. Agent, mag ik u bedanken? Maar het geeft niks, iedereen kan zo wel als te gissen. Bedankt.
Hier zijn jullie jassen. Niet jullie, alsjeblieft. Mijn jongens, het is tante Mavis. Ik ben tante Mavis. Dag. Tante Mavis en ik zijn samen op school geweest. Kom maar. Ik ook al komen weinig gewoon. Hier, trek je jas aan, want het is hartstikke koud buiten. Sneeuwt het? Nee, maar het hoeft niet te sneeuw om koud te zijn. Trek je jas maar lekker aan. Wie ben je toe door? Dat was heavy koproep. Wat zit er allemaal in? Je wat was al niet? Nou, dit is alweer niet bij ja. Dit is alweer dit is drie. Voor een jas, dat is een goede. Kom maar. Met dit, wat ze een paar uurtjes geslapen hebben, zullen ze wel eten. Hoe jij naar flink, toch? Kom maar. Dan. Ik ben je mijn jas, hè? Ai, denk nog. Toontje zou voor Timmy zeggen, kan alles maken, dan loop maar. Ik kan je niet aankopen. Ah, ik kan je aankopen, Timmy. Ja, dat is niet. Ik kom bij die. Irgigba, ben je al wakker? Ja. Hoe laat is het? Bijna avond. Kom hieruit. Kom maar. Kom. Ik wacht even, ik heb hier een jasje. Kom maar. Even, ja. Kom maar, trek dit aan. Kom maar. Hoe heb je geslapen? En vriend, ja, heb je lekker uitgerust. Hier. Trek deze aan, anders krijg je koude voet. Het is hartstikke koud op de vloer. Kom maar. Het zijn pantoffels. Het zijn voor binnen, maar niet voor buiten. Kom maar. Kan ik me daar wassen? Natuurlijk. Hier hoef je helemaal niet naar buiten te gaan. Het zou anders te koud zijn, hè? Ga maar. Oro, ik kan me voorstellen. Beide tegelijk. Dan heb je warm water, voel maar. Jullie kleden je aan. En dan kom je in de kamer hiernaast, daar brandt de kachel. Het is lekker warm. Ja? Kom maar. Ja, ik ga in de kamer, dus jullie komen zo. Ja? Dank, ben je er ook het is. Maar ja, weer ja, heer Demi, Rocco, Rocco. Je weet hier in Holland, s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Je weet, is op z'n naam, dan werk je een halve dag. Dan kan je smiddags nog een beetje slapen. Ja, en dat is wel een voorkondere die zie toch? Ja, alleen zie je een schietje. Hoe lang ben je, Jagba? Zo, daar zijn die grote kinderen. Helemaal uit Paramaribo gekomen. En nog alleen ook. Dan. Dit is jullie oom Henry. Kom jullie oom netjes een handje geven dan? Ja, man. Die oom was bossie, man. Eh? Grote meid. Okay. Eh? Ben je boy niet verlegen zijn, man? Jongen, van. Goed. Goeie reis gehad? Goed zo. Goed, wat moet je biggie, jongen? Moet je geen als je kleine kinderen worden groot, dan was dat. Hè? Daar leert hij. Heb je een goede reis gehad? Ik heb ook lekker geslapen. Zo, zo. Nou. Allemaal huis op een rijtje. Jongen, je zal aan moeten wennen. Hier is Amsterdam. Amsterdam is zo groot. Je ziet het, zoveel mensen.
Kijk, de huizen zijn zo dicht op elkaar. De ruimte van Suriname heb je niet. Je nog kan lopen, ja, zo gaat buurvrouw lang komen bakken. Nee. Je zal echt aan moeten wennen, hoor. Ja, eten. Nou, oké. Zo begin je nou. Ah, je zou voor je kinderen opscheppen. Meisje, miskrikt hij, hè? Toen je belde van die kinderen zit op Schiphol. Ik wist niet waar ik het moest zoeken. Nou, kan me voorstellen. De politie kwam aan de deur. Toen moest je horen wat er aan de hand was, maar ik direct weg. Ik schaamde me een beetje, hoor, maar ja. Ik mocht weg, dus als het opgelost hier. Ik geloof dat je niet goed kan lezen. Ja, meteen die biest wangen niet. Josie, vertel, hoe is het in Kommerwijnen? Met tante Lucie en oom Abbott gaat het goed. Ik heb ze toch geschreven toen ze ziek was. Oh ja, morgen heb ik een vrije dag. Dan gaan we naar school, we gaan kennis maken. Ja, hier om de hoek. En dan kunnen we lekker de stad in. Amon, amon, amon. Sst, jongen, rustig. Niet zo hard, beneden wonen ook mensen. Surinaamse mensen. Nee, Nederlandse mensen. En als je gaat dansen en stampen op de vloer, dan stoor je. Dan hoor je weer dat wij storen. Nou, vergeet die boy. Vraag zeer gewoon dat je stoorn is, man. Oké. Okay. Even wennen. Zo. Het heeft gesmaakt, hoor. Dank. Even gaan kijken als er wat op de tv is. Ik hoop dat was aan dat die net dat apart tv is. Maar ja. Tante van kleuren televisie. Dat hebben wij niet in Suriname. Moet je kijken. Ja. Sinds 1954 is Suriname. Ik denk voor Suriname. Het valt van ontzaglijk veel te doen. En was het gevraagd, heeft Nederland nu bijgedragen om daar de beste mogelijkheden te scheppen? Dan zeg ik in sommige opzichten wel, in andere opzichten aan het leven laten zien. Maar er kwamen verkiezingen. In Nederland kwam Joop den Uyl aan de macht. Aron! Paramaribo, ik geheel zijn socialist Henk Aron. Steunend op een minieme meerderheid in het Surinaamse parlement, nagelde hij de onafhankelijkheid vast op 25 november 1975. De emigratie, vooral van de Hindoestanen, steeg van ongekende hoogte en de spanning in Suriname nam toe. Het kabinet Aron houdt zijn woord 25 november onafhankelijk. Suriname is arm. Niet zozeer in vergelijking met de omliggende Zuid-Amerikaanse landen, maar wel in verhouding tot Nederland. En de Surinamers mogen zich met Nederland vergelijken. Door onze aanwezigheid zijn ze namelijk opgevoed om burgers te zijn van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En niet van Paramaribo. Waarom gaan de Surinamers weg? Om de armoede te ontvluchten en om het in Nederland beter te krijgen. Om de sociale voorzieningen, die het Koninkrijk wel in Europa invoerde, maar waarvan de rijksgenoten in de West verstoken bleven. En dus nam de emigratie toe toen in 1971 een Nederlandse Kamerdelegatie het einde van de Koninkrijksband in het vooruitzicht stelde. Kom maar. De vooruitzicht dat de toenmalige statenvoorzitter Lachman niet gelukkig maakte. De Nederlandse delegatie is van mening. Kom hier, Joop, slapen hoor. Kom maar. Slaap je lekker hoor. Als aan Surinaamse zijde de wet zou leven, de tijdstip ongeveer in het midden van de 70e jaren te stellen, dan zal dat bij de Nederlandse delegatie niet op bezwaar staan.
gaat ook naar school. Ze gaat die kant op. Oké. Niet eens in de rij te staan. Ze doen net als ze het leuk vinden om naar school te gaan. Dit is Rosien. Kijk. Meneer Hebre. Dat is een nieuwe aanwinst. Ik heb al een Joegoslaaf en een Marokkaan. Dat is het voorgelast, hè? Ja. En dat is Herwin. Hé, dat is... Dit wordt te laag. Waar ga jij naartoe? Mag ik daar al mee nemen? Vind je het leuk? Ja? Jongens, opruimen. Nee. Gewoon opruimen, we gaan beginnen met de taalles. Neem je boek, bladzijde 33, en geen gezeur. Rashida, wil jij even voorlezen? Oefening 14a. 14. Hoe zeg en schrijf je het? A. Schrijf de goede zinnen bij elkaar. Hebben jullie dat goed gehoord? Ja. Nou, dan ga je er even over nadenken. En dan gaan we straks verder. Ja. Hier heb je een schrift. En hier heb je een boekje. Zonne. Heb je een pen bij je? Nou, dan kan je er wel even mee. Allemaal? Ja. Oké, dat is lief van je. Zo. Kom straks wel even kijken. Ja? Bruno? Gerard? Ja. Op je plaats. Wat is dat nou? Dat buurmeisje zit bij mij in de klas. Zie je er ergens? Ja, kijk er daar. Vala, vies en roetmoppen. Nee, hier stelden we geen zure namens uit, jongen. Heel, Robin. Robin. Hier. Ja. Schat ons altijd uit. Hier wordt niet gevochten. Nee. Schat ons altijd uit. Ik praat straks wel met Gerard, maar er wordt niet gevochten hier. Ja, ik heb hem al gewassen. Ga jij maar naar de klas. Ik heb hem al gewassen. Nee, interesseert me niet. Ik ben de enige keer wat hij doet. Ja. Ik geloof je niet. Weet je wat een nikkertje is? Een roetmop. Een potkachel. Een sambo. Ben je lang in Holland? Ah, ruim een jaar. Ik moet in september moet ik naar de technische school. Oké, ik ga weg. Ik moet naar huis. Ik zie jullie. Hoi, Boera. Ik zie jullie wel iets op. Over zo zien ben ik best tevreden. Rekenen is goed. Taal wat minder. Geschiedenis is slecht, maar dat is dan ook niet de geschiedenis van Suriname. Wat mij betreft mag ze in mijn klas blijven. Wil je dat? Ja, meneer. Dan zoeken we morgen voor jou een mooi plaatsje uit. Bovenin mag je toch bij de meester blijven. En Herwin?
Ik ben niet zo gelukkig. Kijk maar eens. Als het mij vraagt, is hij nauwelijks naar school geweest. Was je zenuwachtig, Heer? Of heb je een beetje veel gespijbeld in Suriname? Ja, meneer. Hé? Ja, meneer. Waarom? Ik wil wat bijverdienen. Hij zal bijna opnieuw moeten beginnen. Af, hè? We moeten maar afwachten. Hoe heet hij? Ik kon het niet verstaan toen de meester het zei. Sjersjien, als je maar niet denkt dat ik bij de kleintjes ga zitten. Dan ga ik liever werken, dat rot mens. Blijf je bij ons in de klas? Is meneer Hendry je vader? Nee. Is mevrouw Meijers je moeder? Nee. Is die andere vrouw je moeder? Ja. Heb jij dan geen vader? Iedereen heeft toch een vader? Hoe woont hij dan niet bij jullie? Wil je hier even wachten? Weet je wat ik zo stom vind? Dat voel je zo zwart. Maar we vinden toch ook zwart? Zo'n blanke zich zo blank voelen in Suriname? Nou, dat weet ik niet. Misschien ook niet. In Suriname zijn ze tenslotte de baas. Ja, ik weet het niet, het is echt zo moeilijk om te zeggen. Dat buurmeisje van beneden, hè? Mm-hmm. Toen de school uit was, liep ze met me mee. Is ze ouder? Ik weet het niet. Toen zei ze dat ik op haar moest wachten op de hoek. En toen rende ze weg. Ik ben doorgelopen natuurlijk. Oh. Ze vroeg me alles. Oh ja? Ze vroeg of meneer Henry mijn vader was. Heeft u hem gevonden? Over wie heb je het nou weer? Mijn vader. Heeft u hem gevonden? Ja, ik heb hem gevonden. Je moet in de Bijlmer. Daar worden heel veel Surinamers. Moet je in Holland je vader hebben? Het is erg moeilijk. Het is erg moeilijk, Sosje. Begrijp je wel? Begrijp je wel? Waarom het laatste stukje niet samen konden lopen als ze vrienden waren. Wat zei ze? Mijn vader vond het zo erg. Waarom gaan ze dan niet verhuizen? Omdat ze een dure vlucht niet kunnen betalen. Ah, ze zijn gewoon bang voor Surinamers. Daarom verzinnen ze maar wat. Dat ons eten stinken. En dat we lui zijn. En dat we messentrekkers zijn. Kijk even naar. Dus hier komt hij altijd. Denk het wel. Kom mee. Hier, weer niet op school geweest. Jong. Je geeft je moeder de grootste moeilijkheden hier, jong. Huh? Vertel op, waar ben je geweest? Je zou een strenge vader moeten hebben. Waar ben je geweest, jongen? Vertel op. Ik kom met de kangai. Georgine, Herwin is vanmorgen weer niet op school geweest. Dat heb ik gezien. Je weet ervan. Ik zag het toen ik langs die klas kwam. Is Herwin ziek? Nee, meneer. Hij ging vanmorgen gewoon naar school. Eerder dan ik. Hé, Georgine, ik heb hier een brief voor je moeder. Want
Dat kan zo niet doorgaan, hè? Op deze manier krijgen we moeilijkheden. Nou ja, je kunt er ook niks aan doen. Geef de brief maar aan je moeder, hè? Zo, San, hoe is het? Oh, goed. Dank je wel, er is nog een plaatje voor je aan tafel. Ik heb het. Hm? Erwin is niet geweest. Hij heeft de hele dag niet thuis geweest. Erwin, een chaos. Nou. Ik ben ook op die school gekomen. Hij is helemaal niet op school gekomen. Hij is ook niet op school geweest. Wat is dat? Een brief van een meisje. Altijd hetzelfde. Wat boeit ze daar? Ach, vrouw. Jong is handig genoeg. Hij loopt echt in je zeven zoden tegelijk. Meefie, zij is nooit de hele dag van huis weggebleven. Hij kent de omgeving nauwelijks. Hoe zit dat pas goed? Dit denk ik over zijn naam. Kadema, die moet spinnen. Hij moet ergens zijn. Dat is goed, ja. Door enkele politie, schoudoe en konjazo. Wie weet wat die jongen heeft uitgesproken. En je weet, alle Surinamers krijgen altijd de schuld voor alles. Om elkaar eens kozen. Wat moeten we dan doen? We kunnen toch niet hier blijven zitten? Dan stap ik op mijn fiets en ik loop de buren en kennen ze allemaal af. Ik vraag het wel. Dit is dat straks. Maar misschien is hij in Belmer. Hoe weet jij dat? We hebben hem wel eens daar gezien. Weet je dat? Maar je hebt nooit wat gezegd. Zullen we gaan zoeken? Waar ga je dan gaan kijken? In de Belmer? Ja. Gaan jullie maar. En wees jullie voorzichtig, ja? Zeg, wat is dat? Ze zijn helemaal belazerd. Grijp me gauw terug neer, Inboe. Hier worden fatsoenlijke mensen. Stilletje met bejaarde kaffers. Roet moppen. Ga terug naar de Bijlmer. Daar hoor je thuis. Mooi op een flat. Dan kun je met de lip gaan. Ah, Robin, hoe is dit, man? Goed, hoor. Waar woon je tegenwoordig? Woon je in de Belmer? Of in dezelfde straat? Altijd in dezelfde straat, man. Wat zoek je eigenlijk hier? Een broer van Georgine. Hij is nog 14 jaar. Hij is hier wel eens vaak gekomen. Hij repareert auto's. Auto's repareren? Oh, daar weet je... Georgie, wat van? Kom even mijn sterke laten zien. Hey, Georgie, van me gaan. Hi, Baja, hoe is het? Hoe is het? Ah, jongen, ik zit met Watson. Twee kinderen zoeken naar iemand. Dit is Robin. Hi, Georgie. Aangenaam. En dat is Georgine. Georgine. Oh, nou, we zoeken naar iemand. Kijk, die knap wel even helpen met de reparatiewerk en de auto's. Is hij zo groot? Ja, zo ongeveer. Ja, komt hij dikwijls? Ja, hij komt dikwijls hier, daarom zoek ik ook hier naar hem. Oh, ik weet niet of hij hier is, of hij hier vandaag is geweest, maar... Ik zal aan Zederburg moeten vragen. Zederburg, oh ja, die zal ik nog even weten. Nee, ik zal hem even bellen. Oké, okay, kijk, hij helpt jullie wel verder, jullie kennen hem. Oké, okay, see you, hè. Oké, okay. Bye. Bye. Hé, hey, Walibi, wat zal je doen? Als een zoek een jongen hier van een jaar of tien.
Ze hebben hem wel eens bij de auto's gezien. Misschien is het die knap die regelmatig hier komt. Ja, bedoel je die kleine handige man? Hoe heet hij? Erwin. 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 Ja, het is mogelijk dat hij zo heet. Hij was vandaag de hele dag hier. Hebben we nog samen die nokkenas vernieuwd. Volgens mij woont hij in de buurt. Is hij zoek? Ja. Hij is nu op school geweest. En vandaag is hij ook niet thuisgekomen. Mijn moeder maakt zich zorgen. Ben jij zijn zus? En hoe heet je? Georgine. Georgine? Hoe meer? Georgine Kraal. Heet je broer dan Erwin Kraal? Ik geloof dat je gewoon naar huis kan gaan hoor. Als het die jongen is, dan is hij al lang thuis. Ik dacht dat die man al thuis moet zijn. Oké, hey, mijn Juno. Al de best, hè. Zo moet je hier komen. Nee, man. Ik moet 7 uur gaan eten en ik moet nog gaan baden. Nou, laat me zitten. See you. Oké, be good. Ja, gewoon van u horen wat er hier aan de hand is. Nou, ja, deze kerel is aan de weg. Ja, laat me mannen terug. Is dat nou? Het is omdat je nooit plat is, anders zou ik hem plat slaan. Ja, maar het is zo. Sambo, wat denk je nou, kleine Nikke? Godverdomme, terug naar je ringboek. Oranje klant, sorry, me erop. En hoe werk jij? Wat zie je geld, hè? Daar liggen. Kreuk. Luister, deze kinderen, die zitten hier op een bloemen. Die zijn 11 jaar oud. Die zijn 11 jaar oud. Hier, moet je eens luisteren hoe ze net... Ja, hoe denk je dan? Wat denk je? Nu is het afgelopen, we gaan hier naar boven. Ja, ga naar boven. Hier, nou, oké, dan ga ik wel naar boven. Zij er al, bedankt. Dus je bent gekomen. Mm-hmm. Ik heb de hele tijd naar jou niet gezien. Weet je dat? Nog één keer, Jan. Ja, zo doen ze de deur niet. Ja, dat is een hele... En dan nog even, sorry, Sam, hè? Ach, meid, je kan niet helpen, toch? Dimke is nee, hier en elkaar, dit zie. Huh. Oh, dit is boy. Ik heb behoefte aan een sopje, hoor. Ga een sopje voor mij in de keuken, hoor. Josje, kon je het mee? Maar even het eten warmen. Wacht even, ik heb iets voor je. Hier, ik vond het wel erg van gisteren. Ben je dan boos op me? Ik kan er ook niks aan doen dat mijn vader zo tekeer ging. Hij heeft het bij ons thuis ook wel eens. Jij hoeft mij geen armband te geven als je vader niet van Suriname zou. Ik wil je vriendin zijn. Ah, pak dat ding. Ze wil gewoon je vriendin zijn. Nou, ze kan er ook niks aan doen. Dus, pak het maar. Nu heb ik 2 vrienden. 1 in Suriname en 1 in Holland. Maar hij wil helemaal niet leren. Hij wil gewoon werken. In Suriname deed hij ook een heleboel klusjes, zoals koffieplankjes verkopen,
op geparkeerde auto's letten. Hij gaat maar heel weinig naar school. Maar dat kan pas als hij 16 is. Wat wil hij worden? Ik weet het niet. Maar het liefst zitten aan auto's en brommers. Weet je wat, ik heb een idee. Er moet onder mijn auto een nieuwe uitlaat. Vraag hem of hij zaterdag aanstaande wil komen helpen. Zullen we dat maar proberen? Oké, tot morgen. Dag. Weer moeilijkheden? Nee, meneer Huibrecht zal Herwin bijwerken. Hij is een aardig man. Als Herwin maar wil. Hij gaat wel met hem praten. Gisteren in die club, is je niks afgevallen? Wat? Die man die naar beneden kwam. Hij heet Zedenburg. Soms denk ik hij is mijn vader. Maar soms denk ik hij is mijn vader niet. Weet je wat we doen? We gaan hem gewoon vragen. Zal ik met je meegaan? Nee, ik ga wel alleen. Ik denk dat ik het niet kan. Ja. U heet Zedenburg. En mijn moeder heeft verteld... Ja. Mies op zijn wat hij mee. Jij bent Jorsien. En niet zomaar Jorsien, maar Jorsien mi Egyptien. Hoe gaat het met je moeder? Ze maakt het goed. Ze woont in Amsterdam. Ja, dat weet ik. Ze kwam naar Holland voor u. Komt u niet bij ons terug? Ach, die Jorsien. Boei. Ik ben nu met die zuster van Jorsi. Bij jullie terugkomen is een beetje moeilijk. En zo af en toe langskomen, dat wil je moeder niet, tenminste hier in Holland niet. Kan dat maar ook beter als een tansoer. Wacht, ik help je. En hoe is het gegaan? Je hebt tranen in je ogen. Ah, dat is echt Holland. We zijn niet in Suriname. Maak je niet ongelukkig hoor. Kom, we gaan. We gaan naar de bus. Jean-Jean, doe je open? Jean-Jean. Doe je open. Sjorsien, de open op.
Ja, alsjeblieft. Ja, meneer. Wat is de post nog? Ja, een brief van oom Albert. Oh. Lieve Georgine, ik schrijf jou deze brief, maar hij is natuurlijk ook voor Herwin en voor mijn geliefde zuster, je moeder. Ik hoop dat jullie het goed maken. Ik zit nu op het erf en schrijf je deze brief. We hebben de laatste tijd hard gewerkt. Tante Lucie is ook gezond en dat is maar gelukkig. Want nu kan ze me helpen en er staan veel meer dingen op het perceel. We missen jou om kousenband te plukken en bosjes te maken. Zou je maar niet gauw naar je geliefde Suriname komen? De onafhankelijkheid begint op 25 november en op het programma staat het hijsen van de Surinaamse vlag in het Suriname Stadion. Kom essie bakken. Zoiets zal je nooit meer gaan meemaken dat je eigen land onafhankelijk wordt. Kom essie bakken. Groeten aan allemaal, ook van tante Lucie en Leslie. Je oom Albert. Josien, kom je eten? Josien? Hé, Josien. Hé, hey, kindje, wat is dit? Waarom hou je? Laten we teruggaan naar Suriname. Teruggaan naar Suriname? Hey, wat is er? Waarom huil je nog? Hij komt niet terug, nooit meer. En jij wist het al lang. Waarvoor heb ik niet verteld? Waar heb je het nou over? Over wie heb je het? Zedenburg. Waar ben je vader geweest? Ja. En ik wil terug naar Suriname. Ja, zo zien. Het maakt toch niks uit? Schiet, ik ben bij meneer Huibrecht geweest. Dat is een fijne man. En hij heeft me ook verteld hoe de uitlaat eronder zit. Ik wil niet. Dat is erg fijn van meneer Huibrecht. Ja, maar zo zien wil terug. Laat zo zien maar gaan. Maar ik wil niet. En Robin ook niet, dat heeft hij mezelf verteld. Ja, ik ga straks met jou over praten, ja? Kom zo. Zo zie je, moet je luisteren. Je wilt toch graag verpleegster worden? Huh? Als je nou je studie afmaakt, je haalt je diploma, dan kan je altijd terug naar Suriname. We zitten toch met z'n allen hier. Probeer je studie eerst af te maken. Kom jullie eten? Anjangba. Oké. Okay. We komen zo. Laat ons gaan eten. Oké? We praten er verder over. Ja? Zo. Zo, meid. Hoe is het? Zo. Hai, fijn dan. Alsjeblieft. Waar je kunnen beginnen? Ai. Je lekker eten. Ja hoor. Kijk eens. Alsjeblieft. Asari zo. Oké, alsjeblieft.
en een lekker stukje vlees voor je. Wil je een stukje ei? Alsjeblieft. Fijn, heel erg goed. Eet smakelijk, hè? Eet smakelijk. En? Wat hebben de kraaltjes met dood? Blijven ze hier? Of gaan ze terug? Hoe weet jij het erover hebben gehad? Ik weet niet dat ze er allemaal weet dat je naar kamer. Nou, dat niet hoor. Wat weet je? Voor elke Suriname in Holland kom je vragen een keer. En volgens mij waren jullie zo'n beetje aan toe. Maar om eerlijk te zijn hebben we het wel over gehad. Zoals je en ik. En wat hebben jullie besloten? Misschien over een paar jaartjes. Maar zoals je dus... De diploma heeft verpleegster. Dat wordt dus toch misschien kunnen... Zodra ik mijn diploma heb, ga ik terug naar Suriname. Ik wil verpleegster worden in mijn eigen land. Jij zal de enige zijn, mijn kind. Alle andere Surinamers blijven in Nederland. Ach, kind. Het is zo zin, het is maar een grap van me hoor. Ik meen het echt niet. Jij gaat naar ons geliefd Suriname om het te helpen opbouwen. Ik had de warning. Want ik, Henry, ik zie er geen heil in. Niet bang, hè. Straks ga ik om Albert een brief schrijven. Dan ga ik hem vertellen dat ik zo gauw mogelijk terugkom. Mm-hmm.